Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb net heel eventjes nog geëdit en dat stukje opgenomen. En de kindjes zitten in de box te spelen. Sam ligt te slapen. Ik heb mijn was al aangezet. Mijn vaatwasser weer aangezet. Dus dat zijn we allemaal aan het doen. Ik ga hier even verder mee opruimen, want ik heb gisteravond helemaal niks meer gedaan. Dus daar ga ik mijn tijd vandaag verder aan spenderen. Ik heb straf, want ik doe heet het mijn grote broer vervelen. Ja, dus nou zit ik even hier. En vervel ik mezelf. Ik vind het niet leuk om hier te zitten. En van straf gaan we naar... ruitje toe. Ik heb voor Liam heb ik appels, een koekje en een banaan. En voor Jordi heb ik gewoon appels, Brenta, dat soort dingen. Dus ja, dat is wat ze nou krijgen en ze vinden het lekker. De grote jongens hebben al geslapen. Het kleine dwergje slaapt nog, of die slaapt net weer. En nu zijn ze lekker even een filmpje aan het kijken en even chillaxen. Even wakker worden. Joef, hou op maar vervelen. Ze zat Jordi te vervelen. Liam vindt dat niet erg, maar Jordi wel. Liam die zit lekker in zijn troon Bing te kijken. Ik ben deze kleine dwerg even eten aan het geven. Onze eigen Dikkie Dik. Ik ben weer eens te laat me uploaden. Ja. Ik vind het toch wel een dingetje worden met drie kinderen en uploaden. En dat filmen, dat is allemaal nog wel oké. Maar ja, dat uploaden, dat is een dingetje. Ik heb vanmiddag twee ruziënde kinderen weer gehad. Lijkt een terugkerend iets te komen. Dus ik heb Jordi op een gegeven moment op de bank gezet weer. En Liam, die heb ik straf gegeven. Die heeft weer in zijn stoel gezeten. Dus, oh echt. En het was helemaal niet Jordi's schuld hoor. Liam, die zat echt weer te treiteren. Dus die is echt bezig met het uittesten van. Maar ja, het zij zo. Hier heb ik een kind die niet meewerkt. Ik ga even ervoor zorgen dat dit kind zijn eten krijgt. Daarna ga ik ervoor zorgen dat die andere twee jongens hun eten krijgen. En stoppen met ruzie maken. En hopelijk is Niels ook tegen die tijd een keer thuis. Want ik ben nou wel eventjes klaar. Momenteel. Ik ben echt even klaar. Heel even klaar. En toen lagen de zonnepanelen op. Niels die is met... buren bezig geweest om dit uit te zoeken hoe dat dit precies zat. En Niels is nu de rest aan het voorwerken. Zodat morgen ze er in één keer allemaal op liggen. Hé jongen? Ja. Je stond achter de paal. Sta ik hier niet voor paal. Het zit er nou wel echt, nou begin je het eindresultaat te zien. Ja. En je ziet hier ook wel kleuren de zijkant. Kleur de zijkant. Dus grijs, zwart. Dat is mooi. Antisite is het. Alleen er komt wel licht doorheen, hè? Ja, door het glas. Ja, het middelste stukje wordt nog dicht. Dat gaat nog dicht. Ja, want hier komen plaatjes onder. Ja. Met spotjes erin. Oké. Oké. Dan gaan we het zien. Ik ga heel eventjes Sam in bad doen. En dan kan die zijn laatste fles hebben en zo dadelijk lekker naar bedje toe. Een hele goede morgen. Jordi probeert me al de hele tijd iets duidelijk te maken. En ik weet niet echt wat. Maar in ieder geval, hij ligt hier. Nou, ik ga filmen, stopt hij daar natuurlijk mee. Wat is er dan? Ja, nou, vertel. Wat
probeer je mama te vertellen. Als ik nou die kant op kijk, dan doet hij dat. Auw. Dat zijn mama's tieten en tepels. Doet dat niet? Ik wil in ieder geval dat ik de volledige aandacht voor hem heb. En hij is ook een beetje moe. Hij valt een beetje heel vroeg op. Heel lang duurt voordat hij op zijn buik draait. Genoegetje is nog steeds bang, en ze zegt. Hij is goed aan het oefenen. Wat? Ik ben niet bang voor de geluiden in haar tuin. Wat? Twee kleine vrienden. En hier ligt nog lekker iemand even te slapen. Dat is dat toch altijd lekker, hè? Naar slapende kindjes kijken. Omdat Jordi vanochtend al geslapen heeft, gaat hij dadelijk niet naar bed. En blijft hij lekker wakker tot straks. Die gaat nou toch niet slapen. Dus hij is wel lekker gewoon zijn melkje aan het drinken. Gaat dadelijk zijn luiertje doen. En dan is de kwestie van in de box pleuren en uit in mijn spelen. De kindjes hebben geslapen. Liam is... Ja, Jordi heeft niet geslapen trouwens. Jordi ligt nou daar te drinken. Liam die heeft geslapen. En Stefan is nu hier verder aan het helpen met de zonnepanelen. Ze hebben er nog vier. Ze moeten er nog vier. En dan ligt het er allemaal op. En dan ben ik blij, want dan heb ik weer ruimte in mijn kamer. En jij bent dit toch reinig, hè? Trouwens, van de week had Jordi Liam toch gebeten. Zullen we eens even kijken wat er nou van over is gebleven. Hé, wat ga je doen? Mama wil laten zien waar Jordi jou gebeten had. Kijk. Je ziet hier nog een paar tandjes staan. Maar het ziet er wel allemaal netjes goed uit. Dus het is goed aan het helen. Hè? Je bent de hele tijd al zo. Wat is dat toch aan de hand met jou? Ben je nou een echte coronababy omdat Stefan hier is? Hij heeft dat met vreemde mensen. Of ja, Stefan is niet vreemd voor hem. Maar ja, hij heeft gewoon met mensen die niet binnen het gezin horen. Behalve met opa en oma, daar heb je er niet bij, hè? En toen hadden we een hele afdak. Niels heeft net ook nog de tuin afgespoten. En die heeft de zonnepanelen gewassen. Ja, die wou hij per se gewassen hebben, dus dat heb ik maar even gedaan. Dus, en morgen komen mijn opa en oma met mijn ouders op bezoek. Dus... ja, het moet gewoon netjes zijn. Het moet gewoon lekker buiten kunnen spelen. De kindjes in ieder geval. En ik ga nou binnen nog het een en ander doen. Ik denk dat Niels heel even snel gaat douchen. Ja. Hij was alweer aan bevuilen. Die moest alweer plassen.
En ik ga eventjes binnen het een en ander nog doen. En als Niels daar beneden is, gaat hij Sam doen. Liam is lekker aan het spelen in de zandbak. En Liam? Wat ben je allemaal aan het doen? Wij hebben hier gepoetst en gedaan en we krijgen zo dadelijk bezoek. Mijn opa en oma komen voor het eerst bij Sam kijken. En ik denk dat dat 3/4 jaar geleden is dat wij opa en oma, mijn opa en oma, hebben gezien. Ja, we zien wel, maar het is 1,5 jaar geleden dat ze hier zijn geweest. Ja, met na de geboorte van Liam. Ja, maar die is van februari, hè? Ja. Maart, april, mei, juni. Ja, 1 jaar en 3 maanden, denk ik. Dus dat is alweer even geleden. En we hebben Liam al omgekleed. Heeft zijn FC Barcelona tenuutje aan. Met zijn eigen naam en zijn geboortedag erop. Ja. Ze hadden mijn neef en zijn vriendin en hun zoontje hebben dat vorig jaar gegeven. En we hebben eigenlijk nog niet de kans gehad om het hem aan te doen. Omdat hij het eerst nog niet paste. Toen werd het winter. Ja. En hij past het nog steeds. Dus gelukkig. En Jordi krijgt dadelijk zijn tenue ook aan. Die ligt nu nog in zijn rompert. En die krijgt daar zijn tenuutje ook aan. En Liam, leuk hè? Ja, ga maar van de bank af. Dat is je broertje, hè? Die je wakker maken. Lukt het? Ja, lukt het? Ja, vind ik ook. Bezoek is weer weg. Ik ga eventjes de rommel opruimen. Maar de kindjes hebben zoiets geweldigs gehad, zoals jullie zagen. Ze hebben een nieuwe waterbaan gekregen. En uiteindelijk kunnen we alle waterbanen die we in de toekomst gaan verzamelen, kunnen we allemaal bij elkaar in elkaar gaan schuiven en hebben we een levensgroot waterbaantje. Joef heeft de gekke 5 minuten nog steeds. En ik ga eventjes de trottoir opruimen voordat het voetbal losbarst. Ik ben even mijn nagels aan het doen, want die waren echt nodig weer. Voordat het hele voetbal gebeuren losbarst. Even op stilzetten. Niels die zit hier te kijken. En mijn opa en oma zijn vandaag dus geweest. Die zijn al op leeftijd. En het is gewoon een eer dat die mensen nog kunnen komen. En dit was mijn oma die Sam vasthield. En mijn opa is dit, die Sam vasthield. En
ja, ze zijn natuurlijk op leeftijd. Ze kunnen niet zelfstandig meer naar Den Bosch komen, want ze wonen hier niet in de buurt. En daarom moest dat ook goed afgesproken worden. En normaal zou je zeggen, ja, maar dan komen ze toch eerder, maar in verband met corona en alles. En ik zou niet willen dat mijn opa en oma dat aangestoken worden door ons, bij wijze van spreken. En ze zijn nu ingeënt en alles. En hun hadden verder nergens last van. Wij hadden verder in die zin nergens last van. Behalve dan echt van hooikoorts, want het zit bij mij echt weer vol. Want we zijn vandaag de hele dag buiten ook geweest verder. Hebben we gewoon gezegd van, nou dan is het nu het moment om te komen. Dus hebben we die afspraak gemaakt en zijn ze gekomen. Dus we vonden het hartstikke leuk met de kindjes. En ik ben ook echt heel blij dat we nog kunnen komen. Op die leeftijd natuurlijk. Weliswaar met mijn ouders natuurlijk. Anders kunnen ze kunnen niet dat stuk nog rijden. Want het is ongeveer een uur rijden. Dat gaat gewoon niet. Dus, maar goed, ze zijn vandaag in ieder geval langs geweest om Sam te bewonderen. Ze vond het hartstikke leuk en een heel leuk kindje. En ja, dus ja. Ik ga even verder met mijn nagels. En zorgen dat die klaar zijn. En Julie en Liam liggen al te slapen. En nu gaan we de aftrap bekijken. Niels, wat vind je er tot nu toe van het voetballen? Ja, op zich, er is veel actie, maar ja. Weinig reactie. Ja, ze maken ze niet af nog. Nee, hè? En je hebt het idee dat ze allemaal voor hun eigen hakje gaan. In ieder geval om de goal te maken. Ik ben geen voetbalfan. Ik kijk alleen als het Nederlands elftal moet spelen. En dan meekijken. Oeh, dat was wel heel bijna. Ja. Dat is de hele tijd. Hè? Eindelijk 1-0. Ja. Oh oud yes. PSV, hè? Ja, oud PSV. Ja, jij bent voor PSV, hè? Ja. Bijna. 2-0. 2-0, ja. Oh yes. Nou hebben ze in één keer de smaak te pakken. 2-1. Ja, nou moet ik ook zo sportief zijn, hè? Ja. Ja, toch? 2-2 alweer. 2-2? Ja. Hoe komt dat? Jezus Christus. Dat hebben ze snel gedaan. Ja. Had je maar pauze gezet? Nee. Oh, staat er weer 2-2. Ja, doen ze even. Klaarblijkelijk hadden we iets gemist, want we waren over het huis aan het lullen. Dus het staat al 2-2. Toch? Ja. We waren bezig over wat we allemaal nog meer wilden gaan doen. Maar ja, wij gaan verder lullen en ondertussen... Een beetje beter opletten. Een beetje beter opletten. 3-2, 3-2. En een echte PSV'er. Oh, is dat een echte PSV'er? Ja, bijna onder hem was een echte PSV'er, maar een huidige PSV'er. Oh, oké. We worden hier ook allemaal gejuicht net, dus... Kijk je er meer. Nou, Sam die heeft net zijn laatste fles gehad. Die heeft krampjes. Ja. En ik heb mijn nagels af. Je ziet het nu niet goed, maar ik heb één nagel oranje gedaan. In de trant van, hè. Nederland heeft gewonnen. Ik denk, nou, dan verdienen ze daar wel om een keer op een nagel te zitten. En we hebben net... Oh, Sammy toch. Sammy is zo verdrietig, want die buikkrampjes. Oh. En we hebben net... Nog wat lampen besteld. Ja, we willen het buiten gewoon ook netjes hebben. Dus daar heeft Niels ook, zodat als hij de zonnepanelen aansluit, dat dat ook gelijk geregeld is, dat we dat ook niet meer hoeven te doen, toch? Mm. Oh, hij spuugt. Nou, de t-shirt kan er uit. Ja, maar toch. Maar ja, we gaan bij deze ups en downs afsluiten. Ik ga nog even wat dingetjes naar binnen zetten en eventjes editen. En dan gaan we slapen. Of ja... Ik denk dat Niels al eerder op bed ligt, maar goed. Bedankt voor het kijken.
En tot de volgende keer. Tot de volgende.